mijn naam is Redouan El Yacoubi. Ik ben 24 jaar, half om half student, maar voornamelijk richt ik mezelf op het voetballen. Ik ben profvoetballer bij SC Telstar. Ja, sowieso geboren getogen overvechter. Hier ben ik opgegroeid, hier heb ik mijn vrienden leren kennen. Heel veel diversiteit, dat is denk ik typisch overvecht. Je hebt verschillende culturen, verschillende mensen, maar toch zijn er heel veel mensen die elkaar niet kennen. En dat kan veel beter, want als je natuurlijk veel mensen kent en mensen kennen elkaar, dan is het ook makkelijker om elkaar aan te spreken als er wat is. Ik ben bezig met een stichting opstarten, dat te maken zal hebben met educatie en talentontwikkeling. En daar wil ik een steuntje in de rug zijn voor de jongeren die hier in de wijk wonen. Ik denk dat heel veel talent is in Overvecht en dat het alleen nog niet goed benut wordt. Op die manier probeer ik in ieder geval jongeren te inspireren. Dat ze zien dat ik wel gewoon bleef gaan voor mijn doelen. Wel mijn gymnasiumdiploma heb gehad, ondanks dat het heel lastig was. Wel gewoon profvoetballer ben geworden. Daarnaast zit ik bij het Jongerenbondgenoten. Dat is iets wat net ontwikkeld is. Dat is een groepje jongeren die gewoon actief burger is in de stad Utrecht. En jongens als Redouan zijn geweldige voorbeelden van mensen die zelf geloven in hun mogelijkheden. Ja, ik denk dat het echt enorme goede mensen zijn waaraan de jeugd zich kan spiegelen. Enerzijds op school en opleiding, anderzijds ook in de sport. Je moet er gewoon voor blijven gaan. En als je altijd bij jezelf blijft en altijd geloof in jezelf houdt en blijft gaan voor je dromen, dan kan je in ieder geval achteraf zeggen van ik heb er alles aan gedaan om het te halen. En als het je dan niet gelukt hebt, heb je in ieder geval geen spijt. Durf te dromen en geloof in jezelf. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.